Een van de zorgen die we hadden tijdens die coronacrisis, het wegvallen van evenementen, is dat er nou ook een bron van inkomsten mee opdroogt, als het ware. Zoals de meeste deelnemers waarschijnlijk wel weten, zijn we afhankelijk van een stukje subsidie van de overheid, omdat wij de vliegtuigen onderhouden en laten vliegen in opdracht van de overheid. Daar hebben we een overeenkomst voor met de overheid. Dus daar zit een stukje subsidie aan vast. En wat we merkten in het begin van de crisis, kreeg ik nogal vlug een telefoontje ook vanuit Den Haag van, goh, u vliegt op dit moment veel minder vanwege die coronacrisis, er zijn wat minder evenementen, heeft u waarschijnlijk ook minder subsidie nodig. En dat zette me wel aan het denken, want ik vond het wel een logische vraag. Maar toen zijn we bij het bestuur bij elkaar gaan zitten en van, is dat wel zo? En nou ja, we wisten al vrij snel dat wij afhankelijk zijn van de evenementen om voor te kunnen bestaan. En die evenementen zijn er niet. Dus mijn reactie terug naar Defensie was, gezien het feit dat wij stilstaan en geen evenementen hebben, heb ik eigenlijk ietsje meer subsidie nodig. Maar het gevolg daarvan was dat vrij snel toch de subsidie werd overgemaakt die we hadden afgesproken. Maar geen additionele subsidie. Wat we vervolgens gedaan hebben, en dat hebben we gedaan een paar maanden geleden, ook op advies van de Raad van Toezicht, om eens even na te denken over het feit als deze crisis wat langer zou duren, als de beperkingen wat langer volhouden. Lukt het dan nog met de financiën die we hebben om de luchtmachthistorische vlucht in de lucht te houden, of nou ja, in dit geval op de grond te houden? Daar hebben we een viertal scenario's voor ontwikkeld. Eén scenario dat de beperkende maatregelen nog lang duren, een zogenaamde echte lockdown. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, is dat we zeker nog 4-5 weken op de vliegbasis Gilze actief moeten zijn om de vliegtuigen te conserveren. Conserveren betekent goed inpakken, in bijzondere olie zetten, zodat je ook niet elke maand of elke zoveel weken de motor hoeft te draaien of dat je moet vliegen. Zodat we ze langere tijd kunnen behouden. Scenario 2 is eigenlijk waar we de afgelopen weken in zaten en dat betekent wat extra maatregelen. Maar met 8 man bijvoorbeeld aan onze machines werken, de technische dienst, wel veiligheidsrondes lopen. En als dat nog wat langer zou duren. In beide scenario's hebben we alleen een subsidie en geen additionele inkomsten. Scenario 3 is dat we vanaf het voorjaar 2021 weer aan de slag kunnen. Maar geen evenementen. Dat verwacht ik niet. In dat scenario hebben we ook alleen een subsidie en geen additionele inkomsten. En scenario 4, en dat is het perspectief wat we zien binnen het bestuur, of de hoop die we uitspreken naar elkaar in het bestuur, is dat we vanaf 2022 weer vol aan de slag kunnen. En dat betekent dat we op dat moment subsidie hebben en de evenementen, zoals we die waarschijnlijk kennen, op een iets wat aangepaste wijze. Maar daar weet de hoofd externe betrekkingen alles van. Op dit moment zitten we in scenario 2. En hebben we uitgerekend, wat heb je nou nodig om de vliegtuigen te conserveren en om ze te behouden. Omdat je niet vliegt, heb je ook geen brandstofonkosten natuurlijk. En we hebben geconcludeerd dat met de subsidie die we hebben en die we krijgen, en waar we nadrukkelijk nog eens een keertje bij Defensie op hebben aangedrongen, dat die ook in 2021 weer op tijd overgemaakt moet worden, dat is voor ons voldoende om de vaste kosten te betalen. Dat betekent vliegtuigen conserveren, gas, waterlicht, exploitatiekosten voor de hangars die we hebben, verzekeringkosten die we hebben, dat is een behoorlijke onkostenpost. Wij kunnen dus met de subsidie voortbestaan. Ik hoef geen vliegtuigen te verkopen, ik hoef geen vliegtuigen over te dragen naar het museum. We moeten wel alles netjes inpakken. Maar dan kunnen we, en ik kan ook op dit moment natuurlijk geen additionele reserveonderdelen kopen. Maar wij kunnen voortbestaan in scenario 1, een langere lockdown met de subsidie die we hebben. Dus dat was een, nou ja, in deze tijd een prettige constatering dat we geen andere maatregelen hoeven te treffen. Ik noem als voorbeeld weer de Dakota, de DC-3 die op dit moment bij ons staat, omdat begin dit jaar werden zij natuurlijk ook getroffen door de coronacrisis en hadden ze geen inkomsten meer, maar wel enorm veel vaste lasten en die konden ze niet meer dragen. Theoretisch zou april, mei zou de DDH wel eens failliet kunnen gaan. Toen kwam het vriendelijke verzoek van, zouden wij het vliegtuig voor wat langere tijd bij jullie mogen parkeren. En dat scheelde dus een enorme onkostenpost als het gaat over de hangar en de exploitatiekosten. Nou, dat scenario voorzien wij niet voor de luchtmachthistorische vlucht.